In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, één God, amen. Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van het Woord van het Leven. Vandaag nemen we jullie mee in een speciale editie naar het verhaal van de Lijdensweek. En we gaan het eigenlijk hebben over de plekken die de Heer Jezus heeft bezocht deze week. De Heer Jezus is op veel verschillende plekken geweest in de Lijdensweek. En dat zijn plekken waar wij misschien niet letterlijk zijn geweest, maar wel symbolisch. Symbolisch in ons leven komen we op deze plekken ook terecht. En we gaan het hebben over 5 verschillende plekken waar de Heer Jezus is geweest en heeft gezegend in de Lijdensweek. De eerste plek is de plek waar je wil zijn. De tweede plek is de plek waar je moet zijn in je leven. De derde plek is de plek waar je doel duidelijk wordt. De vierde plek is de plek waar je nooit had verwacht terecht te komen. En de vijfde plek is de plek die zelf transformeert, omdat jij daar met een reden bent. Gaan we kijken naar de eerste plek. De eerste plek waar de Heer Jezus komt is op Lazarus zaterdag in Bethanië. En Bethanië was een soort thuis voor de Heer Jezus. Het was zijn comfortzone. Samen met de broer en zussen Lazarus, Martha en Maria, dat waren zijn beste vrienden, de meeste mensen die heel close voor hem waren. En daar bij hun thuis kon hij zichzelf zijn, kon hij zich even terugtrekken. Kon hij even genieten van een pleziertje met zijn vrienden om hem heen. Dat is de plek in ons leven waar wij ook onze vrienden hebben, waar wij ons op ons gemak voelen. En dat had de Heer Jezus dus in Bethanië. Bethanië is een klein dorpje aan de voet van de Olijfberg. Lijkt het tot helemaal niks te betekenen, maar door de mensen die er zijn, de mensen en wat zij voor Jezus betekenen, is het een hele grote plek voor Jezus. Er wordt zelfs over gecontempleerd dat wij allemaal moeten hopen dat ons hart hetzelfde is als wat Bethanië voor Jezus was. Dat de Heer Jezus met plezier en ontspannen kan zijn in ons hart. Dat Hij helemaal naar zijn gemak is in ons hart. En dat ons hart zo is, net als Bethanië. Dan gaan we van Bethanië naar Jeruzalem, de plek waar eigenlijk de meeste dingen zich afspeelden. De Heer Jezus had een doel. Deze week was er een bepaald doel. En dat doel was om dingen te bereiken eigenlijk. Op de maandag heeft Hij mensen de tempel uitgekikt. Op de dinsdag onderwees Hij de mensen. Op de woensdag zagen we dat Hij ook van alles aan het doen was in Jeruzalem, maar ook in Bethanië. Want wat gebeurde er eigenlijk tussen deze twee plekken? Wisselde de Heer Jezus continu af. Vanaf de zaterdag tot en met de woensdag wisselde Hij af tussen Bethanië, dat was de plek waar Hij wilde zijn, en tussen Jeruzalem, de plek waar Hij moest zijn. De plek waar Hij eigenlijk zijn werk deed. De plek waar Hij niet per se wilde zijn, maar de plek die Hij gewoon, waar die moest zijn. Dus zoals voor ons natuurlijk altijd is school. Ik wil er niet per se zijn, maar ik moet erheen. Of mijn werk. Ik wil er niet per se heen, maar ik moet erheen. Dus we hebben allemaal zo een plek in ons leven die iets toevoegt, die iets betekent en waarmee ik het af moet wisselen tussen wat ik wil doen en wat ik moet doen. En dat is een mooie balans. Want iemand die altijd aanstaat, een boog die altijd gespannen staat, die zal op een gegeven moment knappen. Dus het is belangrijk dat je tussen die twee dingen een balans weet te vinden. Dingen die ik wil doen, dingen die ik moet doen. De Heer Jezus toont ons hier dus eigenlijk weer dat Hij volledig mens ook is. Hij laat zijn menselijke kant zien en is als voorbeeld voor ons in hoe wij die balans moeten hebben. De volgende plek is de plek waar je doel duidelijk wordt. We hebben dus gezien een plek waar Hij graag wil zijn, waar Hij ontspannen is. We hebben gezien de plek waar Hij moet zijn. En de derde plek is Getsemane. In de tuinen van Getsemane was de plek waar Hij zich terugtrok om God te horen, om met God de Vader te spreken, om zijn doel te verduidelijken, om weer even te stoppen, stil te staan. Waar ben ik nu en waar wil ik naartoe, zodat ik mijn doel weer goed voor ogen heb en mijn pad weer helemaal duidelijk heb welke kant ik op ga. En dat is Getsemane, de plek waar het duidelijk wordt. Zo moeten wij ons ook in ons leven zo'n plek hebben, een plek waar we ons terug kunnen trekken. Een retreat in het klooster of op de zondag nadat de dienst klaar is, dat je even zit na de dienst als iedereen begint weg te lopen om nog even te bidden met God. In het woord, in de Bijbel, als wij lezen en het bij ons laten bezinken. Dus de plek waar je doel duidelijk wordt, is wel misschien wel de helft van het werk om het doel uiteindelijk te bereiken. En als we dan kijken uiteindelijk naar de plek waar je doel dan duidelijk is geworden, en misschien was je het niet helemaal eens met dat doel. En misschien wilde je dat doel ook helemaal niet hebben. En de Heer Jezus heeft gevraagd of deze beker aan Hem voorbij zou kunnen gaan. Maar hij was gehoorzaam. Hij liet zich leiden naar de plek waar het allemaal voltrokken zou worden. Hij liet zich leiden naar de Golgotha.
Dus van de plek waar hij wilde zijn, naar de plek waar hij moest zijn, naar de plek waar zijn doel duidelijk werd, ging hij naar de plek waar hij nooit had verwacht te komen. Golgotha was de schedelplaats. De Golgotha was de plek net buiten Jeruzalem, waar eigenlijk alle doodvonnissen werden voltrokken, waar niemand wilde komen, waar het echt, nou ja, het meest bittere en het meest verdrietige plekje was wat ze konden bedenken. En de Heer Jezus moest daar komen om uiteindelijk onze verlossing te voltrekken. Maar het was niet leuk. Hij werd achtergelaten, hij werd verlaten, hij werd verraden door zijn beste vrienden. En dat zijn zoveel dingen achter elkaar, dat behalve het lichamelijk lijden wat hij voor ons heeft geleden, ook zoveel geestelijk lijden heeft gekend, dat dat de plek was waar je nooit had verwacht te komen, waar je nooit had gewild te komen en wat hij ook absoluut niet had verdiend. En misschien hebben wij die plekken ook in ons leven. Plekken waarvan we nooit hadden gedacht dat we moesten komen, waarvan we nooit hadden gedacht dat we doorheen moesten gaan, maar die wel noodzakelijk waren voor het groter goed uiteindelijk. Dus die hopeloze plek, die Golgotha-plek, de plek waar Adam was gestorven en begraven, die plek, die hopeloze plek, daar moest het voltrokken worden. En soms verwacht je het niet, maar God heeft zijn eigen manieren. En dan de plek die transformeert, de plek die verandert. De plek waar toen ze allemaal zagen dat Jezus gekruisigd was, het was voor iedereen de hoop teniet gedaan. Het was voorbij. Het was mislukt. En soms lijkt het zo voor iedereen om ons heen. Maar juist deze plek, wanneer wij een close relatie hebben met de Heer Jezus, wanneer wij goed in contact zijn, wanneer wij ons goed gefocust hebben, wanneer wij de balans hebben tussen aan het werk, de gespannen boog en de ontspannen boog, is de plek die transformeert in God. Dat is de plek, de tuingraf, lag net naast Golgotha, waar de Heer begraven was, waar hij heeft gelegen voor 3 dagen en waar de opstanding plaatsvindt. Het ultieme moment, het moment waar het Oude Testament en het Nieuwe Testament de hele mensheid naartoe werkt, de verlossing, vindt op deze hopeloze plek plaats. Deze plek waar we nu naartoe gaan en naartoe reizen om te vieren de opstanding, was de plek die totaal hopeloos was in de ogen van allen. Dus wanneer wij zo in ons leven wandelen, zoals de Heer Jezus ons als voorbeeld geeft, bereiken wij ook verlossing. Vinden wij een doel, bereiken wij het doel. Door de plek waar we willen zijn, we moeten hebben in ons leven de ontspanning en de inspanning. We moeten hebben in ons leven de plek waar we ons kunnen focussen met God, zodat we weten en ons doel weer opnieuw kunnen resetten. We moeten daaruit soms gaan naar de plek die we zelf nooit hadden verwacht, of de mensen om ons heen vinden, dat helemaal niks betekent. Zoals wij leven in een land waar veel mensen niet naar de kerk gaan. En dat voor ons alles betekent. En zo bereiken wij de plek die transformeert. Dit hoeven ook niet fysieke plekken te zijn. Wij kunnen ook met onze emoties soms op een plek zijn die heel moeilijk voor ons is, maar we moeten zijn, zodat we iets veranderen in onszelf. Of een plek die buiten onze comfortzone ligt, maar waar we moeten zijn met onze gevoel om die te ontdekken en uit te pluizen samen met God. En zo kunnen we aan het mooie voorbeeld van deze Lijdensweek een voorbeeld van ons eigen leven nemen. Om ons te ontwikkelen met God en ons doel wat God ons voor ons leven geeft te bereiken. Dus zoals om het even allemaal samen te vatten, we hebben het gehad over Betanië. De plek waar je heel graag wil zijn, waar je comfortzone is, waar je veilig voelt en thuis. We hebben een plek waar je moet zijn, waar je niet misschien per se altijd wil zijn, maar de plek die jou je doel geeft in je leven. We hebben de plek waar uiteindelijk misschien een ander doel duidelijk wordt wat God voor jou had bedoeld. Dat is jouw Getsemane. Daar moet je voor in retraite en je terugtrekken. We hebben de plek, de Golgotha, de hopeloze plek waar je van had verwacht nooit te willen komen en niet snapt waarom je er moet komen misschien soms. Maar waar je voor je wel hebt opengesteld, want dat is belangrijk, dat je God zijn wil laat doen in je leven. En uiteindelijk, als je dat doet, als je ervoor open kan staan dat God door jou werkt, dat God met jou werkt, dat God in jou werkt, dan transformeert die plek. Dat wordt de tuingraf, dat wordt de plek waar je weer verrijst. Dat is de plek waar God jou van dood naar leven brengt. Dus zorg ervoor dat je deze Lijdensweek, en ik daag jullie allemaal uit om te kijken, om bij jezelf na te gaan, wat zijn die plekken voor mij? De Heer Jezus heeft een bedoeling gehad in zijn leven, maar hij heeft ook een bedoeling gehad in mijn leven. En ik ga dat opzoeken, ik ga daar iets mee doen. En ik weet zeker dat als je naar binnen kijkt, dat je een heel stuk verder komt dan als je dat niet doet.
Wij wensen jullie een fantastisch begin van de Lijdensweek, een spirituele en gezegende week, waar we ons kunnen verdiepen in het leven van de Heer Jezus en werkelijk één met Hem kunnen worden. We zien jullie de volgende keer bij het Woord van het Leven. Tot dan! In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, één God. Amen.